En de Vereniging van Economisten in Suriname, VEST, heeft gisteren een presentatie gehouden met als thema verstrengelingen in het web van corruptie, fraude en witwassen. Professor Pieter Diekman, forensisch deskundige en hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en Erasmus Universiteit Rotterdam, was de inleider. Wij voeren nu terug naar het moment waarop de professor ingaat op de meldingsplicht bij de banken en hoe criminelen toch nog proberen geld op de banken te storten. Dus ja, je moet manieren bedenken om dat geld op die bank te krijgen. Nou, een van de manieren die dan wordt bedacht is dat je onder de threshold van de objectieve meldplicht, en dat is $10.000, dat geld afstort. Want dan weet je dat die bank het waarschijnlijk niet meldt. Nou, dan heb je het uit de droom. Als je dat 3 keer doet, gaat die bank het ook melden. Dus dan ga je dat bij verschillende banken doen en ook weer een aantal bankrekeningen. En je gaat dat doen met stroommannen. En dat doen ze in Amsterdam veelvuldig of in Nederland. En wie zijn die stroommannen? Dat zijn drugsverslagen. Dat zijn mensen die aan de zelfkant van de maatschappij zitten. Dat zijn mensen die geef je €1000, mag ik jouw bankrekening gebruiken? Natuurlijk zegt die drugsverslaafde ja, want normaal slaapt hij onder een brug en nou kan hij een keer eten. Met andere woorden, natuurlijk doet hij dat. Dus op die manieren komt dat geld uiteindelijk op verschillende bankrekeningen. Nou zult u zeggen, durf je dat dan op de berekening van een drugsverslaafde of van een dakloze te storten? Die gaat er toch mee aan de haal. Ja, 1 keer. De volgende keer dat hij ermee aan de haal gaat, wordt hij door zijn knieschijf geschoten. En de 3e keer wordt hij doodgeschoten. Dus het is wel crimineel. We hebben het over echte criminaliteit. Ook Suriname maakt deel uit van een kartel waar criminelen diverse manieren bedenken om toch geld op de banken te krijgen, vertelt professor Diekman verder. Hij onderstreept echter het feit dat Suriname strenge wetten heeft om de toekomst van gestorte gelden te achterhalen. Wat doet Suriname? Suriname heeft dat strafbaar gesteld. En dit is een van de artikelen, maar wel een van de belangrijkste artikelen. Het begint als volgt. Als schuldig aan opzettelijke money laundering. Dit is dus wel een echt delictomschrijving. Dit is zoals het in het wetboek van strafrecht van Suriname staat. Als schuldig aan opzettelijke money laundering wordt gestraft met een gevangenisstraf ten hoogste 15 jaar. U bent wel heel streng hoor. In Nederland doen we dat, zijn we iets rustiger. En onze gevangenissen zien er beter uit dan die van jullie. En dan zie je dat het ook nog wat oude taal is. Ten hoogste 500 miljoen gulden Surinaams courant. Nou, jullie hebben inmiddels de SFD, dus allemaal geen gulden meer. Maar waar gaat het mij om? Het gaat erom hoe het strafrecht in Suriname witwassen definieert. En dat heb ik nodig voor mijn betoog. En als je dan kijkt, ik heb 4 dingen rood gemaakt. Dan zie je dat zo denkt ook een strafrechter, zo denkt een strafrechtjurist. Dit is een delict en dat delict bestaat uit delictelementen. En een strafrechter komt pas tot schuldig verklaren in een strafzaak al alle 4, in dit geval 4, alle 4 de delictelementen wettig en overtuigend zijn bewezen. Aldus professor Pieter Diekman, forensisch deskundige en hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname en Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft gisteren in Turanica in opdracht van de Vereniging van Economisten in Suriname een presentatie gehouden getiteld Verstrengelingen in het web van corruptie, fraude en witwassen.